even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij... Dit is quote. Letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator nog. We weten allemaal dat Suriname tot een van de toplanden behoort wanneer het gaat om bosbedekking. Het is helemaal groen. En in dat groene zitten er een heleboel planten die voor hele goede dingen gebruikt kunnen worden, zoals mensen genezen. We zitten vandaag hier met de heer Richard Culimore. En bekende, onbekende voor sommigen. Maar we gaan vandaag kennis maken met een heer die zich bezighoudt met het genezen van mensen door het gebruik maken van de natuur. De heer Richard Culimore, welkom. U geneest mensen middels de natuur. Hoe kunnen wij dat typeren? Nou, dat is wat een gave wat God gegeven en mijn opleiding. En hoe wordt u liever genoemd? Een Boussidatra, natuurgenezer, dokter? Ik ben gewoon een natuur, een kruidendeskundige. Kruidendeskundige. Oké. U bent hier geboren, naar school geweest, gewerkt. Hoe is het? Hoe kunt u me een beetje vertellen over dat alles? Over... Nou, ik ben hier geboren. En highway. En op mijn 11 ging ik naar Nederland. Dus ik heb daar meer doorgebracht en meer in buitenland. Want ik heb ook mijn vechtachtergrond. Ik was ook wereldkampioen. En ik heb in Indonesië gestudeerd, Afrika, China en de verschillende landen. Wat heeft u gestudeerd? Hoe heet die studie van u? Natuurgenezer en kruidendeskundige. Wanneer wist u dat u zich wilde richten op dat pad, natuurgenezer, kruidendeskundige worden? Nou, zo is het een beetje gekomen na mijn oma delen. Mijn opa en mijn oma. Want mijn oma is van Colombia. En mijn oma was een traditie voetvrouw. En mijn opa was een genezer. Dus daardoor bent u zich meer gaan richten daarop. Bent u opgegroeid daarmee? Ja, ik ben mee opgegroeid. En in Indonesië ben ik speciaal naar een klooster gegaan om daarvoor te studeren. Omdat in Nederland heb ik ook mijn opleiding gedaan. Maar in Indonesië is meer... traditie veel beter, omdat zijn Singapore, Maleisië zijn dit drie landen waar je echt daar kan studeren van natuurgenezen. En is er een ritueel verbonden aan het voorbereiden of genezen van personen? Hoe gaat dat te werk? Hoe gaat u te werk wanneer u een kruid moet maken, een medicijn moet maken voor iemand, of als u iemand moet genezen? Nou, dan ga je kijken wat voor kruiden is. Je gaat eerst een diagnose stellen. Wat die persoon heeft. Want kijk, een arts die doet het ook hetzelfde. Alleen wij doen het met kruiden. En als je daar weet wat ook die persoon scheelt, en dan weet je wat voor kruiden, want het zijn natuurlijk duizenden soort kruiden. Weet je, in Suriname, alles maar op een plantje dat in Bakajari. De ene weet waarvoor het goed is, de ander niet. Kan je zomaar een kruid nemen en gebruiken tegen iets? Nee, dat kan je niet zomaar doen, want sommige kruiden kan ook schadelijk zijn. Je moet precies weten wat je aan het doen bent. En heeft u ooit meegemaakt dat iemand bijvoorbeeld is geweest bij iemand anders voor een behandeling en dat ding loopt helemaal uit de hand en u moet dan gaan ingrijpen? Wat is uw ervaring op het veld wat dat betreft? Ik heb het wel eens meegemaakt. Kijk, zoals vleesboom. Als een vrouw zwanger bent. Natuurlijk, we hebben hier kruiden die smelten. En die persoon, dat iemand het gegeven. En had niet gevraagd als die persoon zwanger. Dus als makalassa beren, want hij smelt er alles. Dus je moet wel oppassen wat je aan bezig bent. Dus kijk, en vaak, sommige mensen hebben het weer voor opa, oma. Maar ik ben blij, ik ben
verder naar school gegaan. Kijk, al heb je die gaven, wil nog niets gaan zeggen. Je kan beter gewoon naar een opleiding gaan. Dan weet je precies ook wat je mag en wat je niet mag. En dan weet je precies, een diagnose moet je ook weten te stellen. Je moet weten wat. En je krijgt, op de opleiding krijg je fysiologie, anatomie. Dus u wist precies van, oké, ik heb die gaven, mijn man doet dit aan niet, maar ik wil mezelf verder gaan verdiepen. Wat heeft die verdieping gebracht met zich? Nou, heel veel. Want als je die opleiding gedaan hebt, dan in Nederland krijg je ook vergoed voor de ziekenfonds. En dan kan je over de hele wereld kan je opereren. Want is een school is een HBO-opleiding. Oh, dus is een erkende opleiding dat hij heeft gevolgd? Natuurlijk moet je dat doen. Dan kan ik over de hele wereld hebben kunnen werken. Ik vind dat zo uniek, want kijk, Suriname, het land met die kruiden, Passant, die eigenlijk waar die kennis er eigenlijk is. En in het buitenland kan je sowieso verdiepen. Maar hier heb ik nog niet gemerkt dat er nog een opleiding daarvoor is, omdat zaken tot ontwikkeling komen wanneer het komt op gebruiken van kruiden als geneeswezen. Nou, kijk, ik heb voor gezorgd. Eigenlijk is er, hè. Alleen de regering die maakt een spelletje van, man. Kijk, ik heb het in Indonesië, in Azië gedaan en in verschillende landen heb ik opleiding gedaan. En ik heb het ook hier gebracht en is nu in de regering. Dus de regering, die zijn daar bevoegd om het te doen. Ik ben de eerste in Suriname die voor de volksgezondheid mijn papieren goedkeuring gekregen heb. Dus ik denk, we waren heel goed bezig, waar je weet hoe het hier gaat. Als eentje wat doet, als krabbie mentaliteit, je weet hoe het gaat. Heeft u ooit meegemaakt dat uw werk, dat dus een medicijn dat u heeft gecreëerd of soms dat het nagebootst werd? Wat heeft u in dat soort gevallen proberen te doen? Nou, wat veel. Kijk, zoals die boosteressie, die wordt al, die thee, die long thee, die wat ik gebruik. Iedereen gebruikt mijn naam, zomaar dingen onder mijn naam, dat, terwijl ik heb niemand toestemming, want die dingen moeten wel gekeurd worden. Dus ja, wat je laatste, ik denk, hier zo gaat het. En heel veel proberen me na te doen. Maar ja, waar je moet, is leuk. Geef iedereen een kans. En hoe zit het met die internationale erkenning? Wat zijn een van de ervaringen dat u met ons kan delen met omtrent internationale ervaringen? Heeft u onderscheidingen, erkenningen gekregen? Ja, dat is heel leuk. Kijk, natuurlijk, alle landen waar ik zo ben geweest, heb ik een onderscheiding gehad. En de ene wat ik de leukste vind, doe van China, want dat is natuurlijk miljard mensen praat je over, hè. En voor Suriname heb ik ook heel hoge, Nederland, Brazilië. En ik heb heel wat, op de World Federation heb ik heel wat prijzen gewonnen. Dus ik ben blij en dat vind ik niet zo belangrijk. Belangrijk, ik heb Suriname op een kaart gezet. En hoe vindt u van, en hoe is het tot nu toe om te komen aan de kruiden van u? Want we merken ook dat en niet zo nog wat omgegaan met de natuur. Weet je, er worden wel wetten en allerlei maatregelen genomen om het zaakje een beetje op orde te stellen. Maar het is nog niet wat het wezen moet. Hoe is het voor u om nog te komen aan de kruiden dat u nodig heeft? Nou, het is heel moeilijk. Want steeds komen veel huizen. Steeds wordt de natuur veel vervuild. Dus je moet steeds dieper gaan. En ik vind het jammer. En kruiden gaan zomaar uit Suriname. Er is geen wet voor. En ja, en diezelfde dingen worden weer gemaakt. Die worden weer naar ons gestuurd. Dus het is like, mensen komen naar Suriname, ze nemen het, ze gaan het daar bestuderen. En, want dat is wat we ook merken. Kijk, als u bijvoorbeeld een medicijn gaat maken, u zegt tegen de apotheek van, oké, kijk, dit is goed. Ze gaan het misschien onderschatten van, ik kom van een Surinamer, mim go check, check as aan. Maar als het een buitenlander is, is het een other story. Ja. Maar u bent erkend. Ja. Dus daarom zeg ik, ik werk al heel lang, dus daarom zeg ik, en daarom moet ik lachen wat de regering zegt. Ze zijn allemaal grappenmakers, want alle die dingen komen terug. Zij worden hier gehaald en dan worden in het buitenland gevormd en we kopen onze eigen ding. En Dirk Ulimor, heeft u een, hoe doet u uw werk? Nou, je hebt een kampo of nou een orchi business revie? Nee, vroeger had ik een praktijk, maar nu heb ik iets open, dan kan iedereen zien wat ik aan het doen ben. Ik vind het leuk, waarom? Dan weet je, dan hoeft niemand te oordelen, dan iedereen ziet toch wat gebeurt. En waarop bent u het meest gespecialiseerd? Is er iets dat u zich in het specialiseert, net als hoe je hebt van een chirurg die is gespecialiseerd in dit?
Waar, doet u alleen kruiden of doet u meer dan kruiden alleen aandienen? Ook acupunctuur en veel alle ziektes. Want kijk, als je die opleiding, dan moet, krijg je met alles te maken. En mensen zijn tot nu toe tevreden. Wat heeft u ervaren met uw klanten? Want mensen zouden denken van, als u me een medicijn geeft, meestal heeft men het idee dat als je een natuurkruid neemt, 1, 2, 3 keer direct mipsi-verandering. Hoe is het op dat gebied? Nou, het gaat heel goed. En kijk, tuurlijk, ik ben God. Ze hebben Jezus ook beoordeeld, toch? Dus ik bedoel, gelukkig dankzij God zijn heel veel mensen. En je hebt ook altijd mensen. Maar dan moet je ook hebben mensen die sceptisch zijn. Want je moet niet zo zien, alles wat je doet. Nee, je moet ook kritiek hebben. Want door kritiek ga je groeien. Je kan niet alles, ik zou het niet leuk vinden, alles mooie dingen horen. Je moet ook dingen horen. En vaak worden heel veel dingen verzonnen. Sommige mensen ken je niet eens. Dat vind ik soms heel mooi. En hebben ze de oordeel. Maar ja, gelukkig dankzij God dat er genoeg er zijn. En het is niet zo dat een kruid binnen 3 dagen al verandering brengt, of wel? Nou, kijk, hangt natuurlijk wat voor klachten is. Als een klachte al heel lang is, na een maandje of 3 weken, maar je ziet wel resultaat. Dus je ziet, en de meeste dingen van mij zijn gekeurd. En dus, we hebben heel veel succes. Hoe bedoelt u gekeurd? Op welke wijze u het laten testen? Ik heb het in buitenland, want ik heb veel met professor gewerkt. En ik heb veel, en ik was slim, ik liet ze die dingen keuren toch. Want ik denk, want echt een keuring kost heel veel geld. En sommige dingen kunnen ze ook niet keuren. Laat niemand je wijs maken, sommige dingen in kruiden kunnen ze ook niet. Hoe is dat dan? Hoe komt het dat bepaalde dingen niet gekeurd kunnen worden? Omdat wetenschap is ver, maar niet in alles zijn ze ver. Want kijk, als bord of zo met bordbreuk, ze kunnen het alleen op de foto zien dat het weer, als je bepaalde kruiden, bijvoorbeeld een vleesboom die je wegsmelt, tumor, hoe is het weggegaan? Snap je? Dus met allerlei dingen, omdat ik heb jaren met ze, want ik heb de eerste, enige die FDA-diploma. Ze hadden me heel vroeg naar Amerika, naar Indonesië. Dus ik heb met heel veel professoren, dus ik weet precies. En daarom zijn ze in sommige dingen bang voor me. Omdat ze weten dat ik heel veel dingen weet. Is het ook zo, heeft u ooit ervaren dat een arts, een gediplomeerde arts, bijvoorbeeld patiënten verwijzen naar u? Nog steeds, ik kan je een heleboel bewijzen. Ik heb heel wat pakken bewijzen. Nog steeds. Verwijzen, want sommige dingen, en ik heb ook heel veel vrienden als arts, ik ben nooit tegen arts, we werken samen, alleen, tuurlijk, ze willen het nooit laten bekendmaken, en ik ga ze ook niet verraaien, maar ze sturen elke dag, heb ik wel 10, 4, 5 mensen uit van de artsen, en zelf komen ook hun. En hoe zit het met, want u heeft de kennis, doet u ook aan kennisoverdracht, op welke wijze doet u dat? Nou, ik heb heel veel mensen opgeleid, en ik heb veel studenten. En het gaat een officieel ding gaan worden voor u, dat u zegt van kennisoverdracht? Nou, het is een officiële ding, want ik ben de enige die in Nederland op de ROC met de verplaatsing opleiding. Dus ik heb het zelf daar gebracht. Dus, en dat vind ik heel mooi, dat Surinaamse kruiden nu op de ROC, dat we samen met die verplaatsten werken. Is er een noodzaak in dat er organisatie komt hier? Want kijk, iedereen kan zich voordoen als een natuurgenezer. Wat is er een noodzaak ervoor dat komt? Ik heb toen die tijd van de World Federation had ik samen met een paar opgezet. En die man is al oud geworden. En die hebben het terug aan mij gegeven. Dus dat, nu zijn we heel nu bezig heel met een paar natuurgenezers. Dus ik denk dat het binnenkort wel gelanceerd wordt. Dus eigenlijk had Suriname, maar eigenlijk is Suriname nummer 1 over de hele wereld. Want we zijn er niet zoveel, dus we hebben nog niet zoveel schade aan onze natuur. En hoeveel subsidie hebben we al gehad? Was hier een organisatie dan? Per ammonie ego dan. Laat die bazen die wie over dat land gaat, laat ze je vertellen toch? We weten ook dat in Suriname, wanneer iemand heel goed is. En ja, eigenlijk bereik je plafond heel snel hier in Suriname. Ja. Waarom is meneer Culimore in Suriname gebleven? Want ik neem aan dat u meer kunt verdienen misschien in het buitenland of verder kan komen. Ik had alleen buitenland gehad.
De president heeft me hier gehaald, dus ik denk om mijn land te helpen, toen ben ik gekomen. Om Suriname verder ondersteunen. En dat was mijn droom. En in welk jaar is dat? Hoe lang bent u al bezig in Suriname? 7 jaar zo'n beetje. En ik ben er af en toe tussenuit. Zeg zo 7 jaar. En heeft u ook, is de vraag in het buitenland ook groot? Hoe manage u dat? Dat er, als er vragen zijn vanuit het buitenland om naar uw hulp? Omdat, ik zie, ik krijg veel mensen uit het buitenland. Heel veel komen uit het buitenland naar mij. Dus, en ze willen me al, in Dubai wou ze me, maar toen de president me hier heeft gehaald, toen ben ik hier gekomen in Engeland. Maar ik wou in Suriname, want ik vind toch Suriname heb je meer. Kijk, mensen onderschatten Suriname. Suriname is heel sterk met zo'n kruiden. Hoe is die onderschatting? Laat me dat beter begrijpen. Omdat, kijk, we hebben hier meer cultuur. Dus we zijn breder. Maar in andere landen zijn ze, ik ben heel veel landen, ik heb mee met ze gewerkt. Maar toch vind ik Suriname, je hebt hier Indianen, je hebt hier Javanen. Dus je hebt Hunistanen, je hebt heel veel mensen. Dus, en heel veel mensen hebben ook hier bepaalde kennis overgebracht. Al dat wij al hadden, dus als je neemt, zijn we breder. Wat zijn de bottlenecks wanneer het gaat om deze praktijk? Hoe lang, als u kijkt naar hoe mensen omgaan met de praktijk, met de natuur en de natuurgeneeswijze, zijn er dreigingen dat dit verloren kan gaan, die kennis, de natuur, alles? Jazeer. Als wij, zoals nu, kijk, ik ga naar de 60. Maar ik denk na mij, als we niet doorbrengen, gaat het wel. Want je ziet heel veel dingen al. Die jongen hier, want eigenlijk had dat lang een school moeten zijn, toch? Lang. En je ziet, als dat niet gaat gebeuren, gaat steeds worden, steeds minder. En steeds minder. En meneer Kulumor, heeft u een plan? Ja, ik heb een plan. Ik ben bezig. Ik ben nu veel dingen laten keuren in het buitenland. En sommige dingen heb ik al liggen. En nu wil ik dat de jongeren doorgeven en dat die jongeren, en heel veel jongeren nu hebben wel zin om, ik zie dat ze zijn blij, heel veel willen nu leren. Maar vaak als je stage een scriptie moet schrijven, komen heel veel bij mij om vragen te stellen. En voor het publiek, hoe kan iemand erachter komen als het om een fraudeur gaat, iemand die zich voordoet als een geneesheer? Hoe kan iemand dat herkennen bij een ander? Nou, dat kan je heel snel zien, omdat hij gaat allerlei verwarring praten. En als je bepaalde dingen vraagt, worden ze maar vaak boos. Ze willen niet met je praten. Je ziet heel snel. Want als iemand je wat vraagt, moet je gewoon normaal kunnen antwoorden. En bepaalde dingen. En ze vragen zo ontiekens grote bedragen dat je denkt, wauw, is dit een kruiden van goud? Inderdaad, is het zo dat mensen, weet je, ze zeggen het is een gave die ik heb, dus je gaat moeten betalen daarvoor. Hoe is het voor u om te komen tot een prijsberekening, een realistische prijsberekening? Nou, kijk, je gaat kijken wat voor klachten heeft die persoon. En zijn bedragen die dat iedereen moet kunnen betalen. Maar je moet ook kijken, de ziekenhuis vraagt ook behoorlijk veel. Dat moeten we wel eerlijk blijven. Dus als je maar redelijk, kijk, want op een gegeven moment, je bent met je brood bezig, je hebt ook je gezin, dus je moet ook kunnen leven. En het zou toch moeilijk zijn als het uiteindelijk zo is dat de geneeswijze opgenomen is in de klapper van SZF. Ik zou om naar uit te kijken. Wat zegt u? Het zou toch leuk zijn als de geneeswijze, de traditionele geneeswijze, de natuurgeneeswijze opgenomen wordt in de klapper van SZF, zoals mensen naar de chirurg kunnen gaan en door SZF betaald kan worden. Ik was al opgenomen. Want Ilja had het van me. Ik was al opgenomen. In de klapper van SZF. Ja. En dat alles liep gewoon volgens protocollen zoals SZF dat heeft opgesteld. Ja, want ik heb me een bewijs gegeven. Dus, want
in Nederland, wat je ook herkent, als je je papieren hebt en je hebt je opleiding. Dus is normaal, is niet iets wat mensen moeten kijken, wow, nee, is normaal. Je doet toch aan de eisen, want als ik niet aan de eisen zou voldoen, zou je mij ook een papier niet geven. Nee, Kulimor, heeft hij als tenslotte nog een boodschap naar de gemeenschap toe? Jawel, ik hoop dat... Ik ben blij voor alle die mensen die natuurgenezen doen. En laten we doorzetten en laten we denken aan de natuur en de jongeren. En ik hoop dat ik het nog kan redden. Ik ben heel hard bezig dat die school komt. Want dat is heel belangrijk. Want heel veel jongeren wachten erop. Dankjewel. Terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij... Dit is kwart. Letterlijk kwart. Werd ik gebeld door mijn school. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Dag Holland, ik wil daar komen. Holland. Ik ben naar hier als een raad. Wambari Teana, Wogolukula Kulturu Teife. Tam sabaka gang, be Canada pe wang, yeah. Hey for it new, go look up the new. Culture yunsu, paste fastrati zref buntu. Unde baniu, sa def arkina new. Culture yunsu, paste fastrati zref buntu. Suriname is een hele klan, maar ik hoorde je hele kwan. Wees je, alas mijn sari, alas mijn bari, maar ik voel een druk wawan. Dat wees reka mama zralang, ben no wan soma, no abif kwari, no abif sari, yeah. Bij je kriool, je fans of chini. Isha I do in distance of enemies. Dambotaki on the right place. Different colors, one stage. Go, 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 be alo be grow. Be we la fu as I guess that I go. Be koro sinanga lay take blow. Yeah. Be ho horde guia pina follow. Be descapuri eshi ya no wolo. Be te gride ne juki anga dolo. So, so smart and so biggie, biggie, no. We go ask for luck if the low babo late. We go arga problema for the smile in the wake. And really be sweetie, so long as I pay you the way swing committee, yeah. Druk tap a link, make who stelling a praise. Sterker kan wel want united say way. We kunna gemeenschap, we do a roko, maar de na a gereedschap. En we die almighty thanks and praise tak. Tak in de wiki na we da eerste leesblad. We zijn beleefd gat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je iets teken in je keel gat. Biet qua door om iets gat wat je weet dat. No fake, no joke, ya anyu su prespari. E fubondru kwa wanda mine kouda ushwari. Ya anyu su nesari.
digin te wa klari. Tus kraj ten cher mek de fancy arki. Ja we li bu no prati. U ape in ei parki. We de tapat krati. Ka kwang ai kragi. U de borai duen. Aksa falok fai kwang a des te geng. E fu vergelijk ding. U a babo weis duen. Da u ka for weis ding. Bo na beleis ding. A probleem fa falok na des te geng. Dat bek we tamita falok fu de ta eis ding. Wa tu po weri koma fu de kotis geng ding. E u hunap den feng. For it's news, sto look up the news. Kulturu nyunsu, paste fastratis respuntu. Udeba new, sadef arkina new. Kulturu nyunsu, paste fastratis respuntu.